Met een simpele handbeweging heeft minister Uding van Volkshuisvesting in Bunschoten een nieuwe fabriek geopend voor de vervaardiging van stalen binnendeurkozijnen. De meest opvallende machinerie in de fabriek is een door de minister in gebruik gestelde wereldprimeur. Een volautomatische, elektrostatische poederinstallatie, waarin de kozijnprofielen langs elektrostatische weg voorzien worden van een polyesterverflaag. Deze laag wordt in een moffeloven vervolgens vastgesmolten op het verzinkte staal, waardoor een optimale roestbescherming ontstaat. De opkomst van het stalen kozijn is onder meer beïnvloed door de volledige afwezigheid van krimp en doordat de staalprijs steeds gunstiger kwam te liggen ten opzichte van die van hout. Hoewel de fabriek in Bunschoten de laatste jaren in toenemende mate stalen kozijnen naar Frankrijk en Duitsland exporteert, neemt de Nederlandse woningmarkt nog altijd het grootste deel van de productie voor haar rekening.